Een noodwoning die na de watersnoodramp van 1953 in Raamsdonk-Sfeer is gebouwd, is vanaf vandaag in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem te zien. De houten watersnoodwoning is destijds door Noorwegen aan Nederland geschonken in het kader van de internationale hulpverlening. Het is een van de 326 huizen die Noorwegen aan ons land schonk. In het huisje is een tentoonstelling over de watersnoodramp te zien. Bezoekers die het ontstaan, zien het ontstaan en de gevolgen van de stormvloed. Ook is er aandacht voor de internationale hulpverlening, waarvan het huisje dus zelf een voorbeeld is.